Even diep ademhalen. Dan gaan we. Cyberpunk 2077. PC port Forspoken. PC port Star Wars Jedi Survivor. Halo Infinite. PC port Woolong, Redfall. PC port The Last of Us. Battlefield 2042. PC port Wild Hearts. Dying Light 2. Pokémon Scarlet and Violet. GTA Trilogy. Avengers Assassin's Creed Unity. PC port Hogwarts Legacy. Fallout 76. En zo had ik nog wel even kunnen doorgaan. Allemaal games... Van de laatste paar jaar, die gewoon keihard broken op de markt verschenen. En dan heb ik het niet over. wat bugs, wat glitches. gameplay die misschien niet zo tof uitpakt. Nee, ik heb het eigenlijk in een staat. dat hij niet goed opstart. dat hij niet goed werkt op je PC. dat de content gewoon afwezig is. Dat je overduidelijk ziet. deze game is gewoon niet af. Ik bedoel. Wat je nu ziet, Assassin's Creed Unity, is gewoon een perfect voorbeeld. Die game was zo extreem buggy dat het niet kon. Daar gaan we het over hebben, want um, het is de laatste tijd nogal een dingetje. En um, bij Redfall hadden we eigenlijk met z'n allen een beetje iets van, jezus, weer een game die broken is, weet je wel, voor de zoveelste keer. En daar kregen we terecht wel wat reacties op. Reacties van mensen die zeiden: van uh, ik speel Redfall op de PC en ik heb nergens last van. Of uh, mensen die uh, toen wij een aantal games noemden als Forspoken. Um, nou goed, een aantal andere of, of Hogwarts Legacy die zeiden: van ik heb nergens last van. Dat kan allemaal. Um, en natuurlijk komen er gelukkig nog steeds meer games uit die goed zijn dan dat ze echt broken zijn. Maar er is wel wat aan de hand in de industrie. En dat heeft er alles mee te maken dat games nu soms gewoon daadwerkelijk onspeelbaar zijn. Dus gewoon echt gewoon niet lekker spelen. Terwijl je wel wordt opgehyped aan de andere kant. En terwijl het ook nog eens een keer wordt uitgebracht. Terwijl de uitgever in kwestie gewoon weet dat hun game niet speelbaar is. Het is gewoon niet goed. Het is alsof je een auto op de markt brengt zonder de remmen erbij. Of de remmen functioneren niet gewoon. Je weet dat en je doet dat toch. Dat is gewoon niet tof. Um, ik had zoiets van, oké, okay, goed, als ik dat dan roep, hè, ik kan daar best wel uh, uh, een beetje frustreerd en ook wel kwaad over zijn, want ik heb gewoon zin. Ik keek uit naar Redfall. Ik keek uit naar uh, Star Wars Jedi, weet je. En als dingen dan gewoon niet goed werken, dan vind ik dat kloten. Uh, omdat ik uh, medelijden heb met de developers... want 100% zeker dat de mensen die de game maken... niet zoiets hadden van... Uh, weet je wat we gaan doen? We gaan eens even gewoon een hele slechte game op de markt uh, zetten... die gewoon niet af is. Fuck het. we nemen lekker allemaal vakantie... en jullie betalen gewoon lekker maar gewoon voor on shit. Nee, dat doen ze niet. Die zijn uh, net zo getroffen. Die, zijn, die balen net zozeer als wij uh, dat doen... Het is dat management. En dat management krijgt steeds meer de overhand. Er is wat aan de hand in de industrie. Uh, waardoor dit soort zaken steeds meer voorkomen. En waardoor gamers. Uh, die misschien niet zoveel geld hebben. Uh, maandenlang zijn gek gemaakt. Uh, door fantastische trailers en door previews. die gewoon hartstikke positief zijn. 70 euro. Uh, van een zuurverziende spaargeld. Uh, Opzij leggen en dan een game kopen die niet werkt, niet af is en gewoon echt trash is. En dat vind ik niet oké. Okay. En um, ik wilde ook een beetje gaan weten, en nu weet ik het wel een beetje, maar ik wil ook eigenlijk gaan uitleggen wat er aan de hand is. Waarom zijn zoveel games gewoon broken als ze uitkomen? En nogmaals, voor de laatste keer, broken bedoel ik dus echt mee onspeelbaar, um, laat ik het zo zeggen, dat je duidelijk ziet van... kom op dudes, dit, dit ga je zo niet uitbrengen. Ik heb het niet over een glitch, ik heb het niet over een bug her en der. Elke game kent bugs en glitches. Dat zal altijd aanwezig zijn bij games. En je hebt day one patches en dat patches je wel uit. Maar ik heb het over de cyberpunks. Ik bedoel, cyberpunk kwam uit in een staat, willens en wetens... Niet oké, okay. dit is niet oké. Okay. Hier kun je niet omheen kijken. Ik kan best om bugs heen kijken, maar niet als ze overal aanwezig zijn. Goed, daar gaan we het over hebben. Wat is er aan de hand? Um, ik ging een beetje zoeken en in principe, iedereen heeft gelijk. Het is van alle tijden. Althans, er zijn altijd games geweest die niet goed waren. Van alle tijden. En uh, dat was ooit voordat online zo, of het internet zo snel werd dat men kon gaan patchen... doordat men uh, zeg maar, grote pakketten met data naar de eindgebruiker kon sturen. Voor die tijd moest een game gewoon bij launch af zijn. Was hij dat niet, had hij bugs en problemen... Dan was je doomed. Doel, je kon niet zeggen van na een jaar of na een half jaar. Hier trouwens een nieuwe versie. Uh, de gepatchte versie. En betaal maar weer opnieuw. De, 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 klaar. Als een game buggy was en glitchy. Dan was hij dat voor de rest van het leven. En dat zorgde ervoor. Dat. Uh, en ik ben daar genoeg geweest bij pubbers. Dat ze een. Hele grote afdeling had met bugtesters. QA dat was extreem belangrijk. Een game moest gewoon helemaal goed zijn. En QA en bugtesten is gewoon een eigenlijk een bizar vreemde job. Je zou zeggen. hé hey, leuk, game spelen en dan betaald krijgen. Nou ja, goed, dat doen wij ook. Maar wat wij doen. Is dan in ieder geval nog leuk. We spelen een game een keer en dan geven we een oordeel. Deze mensen zijn de hele dag die game aan het spelen en proberen uit te vinden wat er allemaal fout kan gaan. En dat doe je niet door de game te spelen zoals die bedoeld is. Nee, dat doe je door echt serieus. Tegen elk kastje aan te lopen. Um, dingen te doen die niemand normaal zou doen. Om maar te kijken waar zitten de glitches. Waar zitten de bugs. Waar gaan dingen fout. Waar doet de AI het niet. Etcetera. Et cetera, dat schrijf je dan op. Het is tedious werk. Het is saai werk. Het is echt grinden. 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 Maar men deed het. Wetende. Je hebt maar één, één poging. En dat is als die gold is ben je klaar. En dus was men daar ongelooflijk schuur in. En wat meehielp, games waren in principe nog niet zo complex. Hè? Het was meestal gangetje, gangetje. Het was een afgeschermde omgeving. Dus als het gangetje, gangetje is, dan kun je tegen alle kanten van de gang aanlopen. Kun je overal op tikken, overal op schieten. En dan weet je waar de bugs en glitches zitten. Vandaag de dag hebben we natuurlijk een heel ander type game. Wat ook interessant is, is uh, dat games altijd in het verleden een soort van gouden regel hadden als het ging om. Het produceren van een game. Je had de pre-alpha, je had de alpha, je had de beta en dan had je gold. En ik weet nog wel, in mijn dagen bij Power Limited. toen kregen wij ook daadwerkelijk alpha builds. We mochten alpha builds al spelen om te previewen. Ik bedoel, dat is vandaag de dag ondenkbaar. Gaat niet meer gebeuren. Maar in ieder geval. men hield heel erg vast aan dit, dat ritme. En vandaag de dag ligt dat toch wat anders. Hè? Je hebt natuurlijk de publieke beta's erin, al dat soort dingen. Dat hele. Quality assessment proces is gewoon heel erg veranderd. Dat heeft zijn reden. Ga ik het over hebben. Um, vervolgens toen ik een beetje aan het googelen was. Toen zag ik inderdaad in alle jaartallen. Eigenlijk al vanaf bij wijze van spreken de Atari. Uh, dat mensen klaagden over games die niet af waren. Maar het waren um, incidenten. En over het algemeen. Was het dan toch uh, dat een developer gewoon niet goed was? Dan waren het gewoon middelmatige of slechte developers. Uh, dan waren het slechte publishers die erachter zaten, gewoon uh, met weinig geld. En dan was er altijd wel een soort van oorzakelijk verband. Zo van: oké, okay, die gasten zijn gewoon niet goed, ze kunnen het niet. En dus krijg je een crappy game. Over het algemeen, de AAA-partijen hadden meestal gewoon hun shit wel voor elkaar. Die games waren gewoon vaak goed. De Rockstars, de EA's, um, de Activisions, de Nintendo's, de Playstations, zelfs de Xboxen, de Halos waren gewoon goed. Pas vanaf 2019-2020 kwamen we ook opeens eigenlijk elk jaar of elke maand wel artikelen tegen met koppen als: uh, Broken video games are the new norm? Of: uh, Why are so many video games broken? In één keer zag je dat steeds meer games broken waren echt onspeelbaar. En steeds meer gamers begonnen zich eraan irri te irriteren. Er leek een soort van. Ja, rode draad, een soort van trend te ontstaan. En die trend is zich aan het doorzetten. En wat mij betreft, voor mijn gevoel, wordt het eigenlijk steeds erger. Dus wat is er aan de hand? Waarom zijn games steeds vaker broken? Er zijn. Het is niet één reden. Het is best wel complex. Het is een, een, een samenballing van factoren... die ervoor zorgen dat games steeds vaker broken zijn. En bij sommige games spelen allerlei redenen... Uh, 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 zijn van belang. En bij, bij andere is het één of twee specifieke redenen. Allereerst, games anno 2023... zijn vele malen complexer dan 10, 15 jaar terug. Ik heb het je net al gezegd. Vroeger... Was het toch wel een redelijk afgeschermde uh, omgeving, gangetje, gangetje? Uh, platformen. En dan kun je zo'n platform in principe vrij goed afbakenen. Dan weet je ongeveer hoe snel je er doorheen kan lopen. Dan weet je ongeveer hoeveel testers je nodig hebt. om die shit gewoon bugvrij, of vrijwel bugvrij, af te leveren. Vandaag de dag. De meeste games zijn ten eerste gigantisch groot en ook nog eens keer open wereld. En open wereld is echt een issue. Dat heb ik eigenlijk altijd gezien bij GTA. GTA games hebben altijd een 9 of een 10 gekregen, maar ze zijn nooit bugvrij. Er zitten altijd vaak funny glitches in. Waarom is dat? Het is een gigantische wereld. Ga dat maar eens testen. Ga maar eens. Die hele wereld op allerlei verschillende mogelijkheden testen. Weten dat gamers de meest krankzinnige dingen doen. Die gaan op een vrachtwagen staan, koppeltje duikelen dan over een viaduct heen om in een huis te landen. Ik bedoel, je kan al dat soort dingen niet uitproberen. Dus dat betekent dat je het op de koop toeneemt. Dat er glitchy en buggy situaties zullen zijn. Wil nog niet zeggen dat je in een game helemaal, ja, in Vreselijk slechte staat kunt afleveren, dus uh, wat dat betreft zie je ook eigenlijk complimenten naar de developers. Het is een fucking complexe taal en ik zie ze ook best wel veel op social media klagen van ja. Jullie roepen nu allemaal wel broken, broken, maar het is fucking ingewikkeld. Het is fucking ingewikkeld en de meeste games slagen er nog steeds in om gewoon in goede staat. Um, uh, online te komen of in ieder geval beschikbaar te komen en uh, dan kunnen ze dat soort glitches er wel wegpatchen en ik denk dat gamers dat ook echt wel kunnen accepteren ik heb ze nooit gehoord over gta ik heb ze nooit gehoord over uh, destiny ik heb ze nooit gehoord over hele grote red dead redemption weet je wel. als die game gewoon voor 90% gewoon bugvrij en glitchy is en je kunt er omheen werken het is niet het zijn geen gamebreaking uh, uh, bugs en glitches dan is er Vaak best wel wat uh, uh, vergevingsgezindheid onder gamers. Dus games zijn complexer. Dan is daar de zegen en de vloek van de patch. Tegenwoordig hebben we allemaal snel internet. Dat betekent dat we gewoon constant grote pakketten data naar onze computers, naar onze consoles kunnen sturen. om fouten uit de game te halen. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, daardoor kunnen games beter zijn. Maar helaas, het maakt developers luier. En het geeft uh, publishers, dus de mannetjes met het geld en de vrouwtjes die over het geld gaan, de kans om games toch te vroeg uit te brengen onder het motto: Ja, dan maken we het later wel goed. Laten we nu maar gewoon geld verdienen. Um, dan heb je ook nog, dat is een kleine reden, maar eigenlijk ook wel best wel een reden die weinig mensen zien. Dat is, uh, een game gaat op een gegeven moment gold. Het is niet zo dat als een game bijvoorbeeld 21 maart uitkomt, dat die 20 maart klaar is. Dat 20 maart zo ergens avonds iemand zegt, klik, enter, he, he, we hebben het gehaald. Nee, die game die is al maanden ervoor gold. Weet je wel, ik bedoel, Forza Horizon, die moet bijvoorbeeld in de zomer uitkomen of misschien het najaar. Die game is eigenlijk Af. Dat hebben ze ook al gezegd. Diablo is wat dat betreft al af. Uh, want het moet gedrukt worden. Het moet verzonden worden. Uh, et cetera, et cetera. Nou, die, stel nou dat een game bugvrij is op het moment dat die gold is. Dat die dan helemaal perfect is. Dan heb je een aantal maanden dat, een uh, 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 dat er allemaal mensen in de studio zijn die eigenlijk geen ene reed uitvoeren. Nou, dat is niet effectief. Dat willen ze niet. Dus vandaar uh, dat zo'n patch ervoor zorgt. Dat je door kan blijven werken. Waardoor, publishers zoiets hebben van. Oké, okay, tot hier maken we de game. En de rest patchen we er dan wel bij. Um, en dan komen we bij twee hele belangrijke redenen. En die redenen gaan om geld. De gamesindustrie is van een wat kleinere industrie. Waarbij uh, kleine bedrijfjes fantastische games maakten. En daar zat wel een deel, deel investeerdersgeld in. Maar. Um, het ging gewoon nog om kleinere bedragen. En in principe maakten ze een game. En als ze dan de game af hadden, dan hadden ze weer geld voor de volgende game. En zo ging dat door en zo ging dat door. Dat heet, fi dat heet financieren met het geld wat er binnenkomt van jouw producten. Vandaag de dag um, zijn bijna alle grote bedrijven zijn aandelen gerelateerd. Uh, daar zitten investeerders achter. En uh, het zijn allemaal hele fijne mensen aandelers. Um, ze mogen er absoluut zijn. Maar uh, ze hebben wel een vervelende uh, uh, neiging om op de korte termijn te denken. Oftewel, ik wil nu geld verdienen. Nu, nu, nu. En um, als je kijkt naar games die dus complexer zijn om af te maken, om die bug vrij te krijgen, om die in een fatsoenlijke staat op te leveren, dan zie je eigenlijk een enorm spanningsveld uh, uh, ontstaan. Dat is aan de ene kant een. Groep developers die zich al uit de naad werkt, uh, die voor een deel in de burn-out vliegt, die uh, te weinig personeel heeft om de boel te ondersteunen. Um, om een immense, peperdure game. Binnen een bepaald tijdperk af te krijgen. En dat lukt steeds minder goed. Logisch, die games zijn fucking complex. Dat krijgen ze gewoon niet op tijd af. Wat denkt een investor? Van, wat, wat vraag je me nou? Nog een jaar wachten, maar dan verdien ik helemaal geen geld. Sterker nog, het product wordt duurder, waardoor mijn winst, waardoor de potentiële winstmarge lager gaat zijn. Um, en dan gaan de aandelenkoersen gaan niet goed. En dan verdien ik gewoon geen geld. Ik wil geld verdienen. Dus. Wat is dan altijd het besluit? Wie trekt er aan het uh, langste eind? Dat zijn die aandeelhouders. Die druk is zo gigantisch groot. Het management. Dat ze gewoon zeggen. Hé hey jongens. We hebben de pets nog. En, dat is het laatste punt. We komen ermee weg. Die fucking gamers die kopen onze shit toch wel. Dus waarom zouden we het moeilijk doen? Breng die game gewoon uit. Uh, um, en dan de komende maanden patchen we het heel langzaam. Goed, maanden, soms wel jaren. Kijk naar uh, Battlefield 2042. Dan zijn ze nog steeds aan het puinruimen. Halo Infinite, steeds aan het puinruimen. Uh, Cyberpunk, volgens mij is het puinruimen nu een beetje klaar. Maar daardoor is de DLC niet uitgekomen. De Whatever, weet je. Het It is een pile of shit. Um, maar toch, die aandeelhouders zeggen van... er moet nu geld binnenkomen, anders... Hebben we een probleem? We willen nu winst. Korte termijn. En het grappige is: op de lange termijn is het beter en goedkoper om um, de game goed te krijgen. Want bug fixing. Het uh, managen van de error, van de problemen, dat kost ook allemaal heel veel geld. Plus dat een game, gamers zijn niet helemaal gek, een game verkoopt misschien minder. Omdat na launch iedereen ziet dat die game niet goed is, et cetera, et cetera. En toch, die korte termijn is belangrijk. Het blijft winstgevend en ze willen op dit moment nu geld hebben. komt natuurlijk ook nog een keer, we hebben het in de piepje over gehad, een extra probleem bij de recessie. Uh, Zo'n project moet je meestal funden met geleend geld. Want bedoel, het geld van andere projecten komt niet altijd op tijd binnen. Je moet het cashflow-probleem hebben. Nou, geld lenen kostte altijd helemaal niks. Dat kost nu heel veel geld. Dus. Is cashflow vanuit producten die je hebt nog belangrijker? En als je dan kijkt naar Ubisoft, waar ze het afgelopen jaar weinig hebben uitgebracht en waarbij Mario en de Rabbits een van hun belangrijke games niet goed scoorde, dan hebben ze meteen een cashflow-probleem. En dat betekent nog meer druk van de aandeelhouders op het management: van... Hallo, de aandelen uh, gaan niet goed. Ik wil maatregelen hebben, want zij hebben de macht binnen het bedrijf, waardoor het management de druk weer legt op het. Uh, op, op, op het personeel. Nou, dan zie je burn-out, problemen. Uh, toxic work environment, et cetera, et cetera. Waaro games weer niet goed zijn, weer niet afkomen, et cetera, et cetera, visieuze cirkel. Dat is wat er nu aan de gang is. Die fucking visieuze cirkel wordt steeds sterker en sterker. Games worden groter, 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 groter. Personeel minder, minder, minder. De werktijd is te druk, is, is, is te klein. Uh, de games zijn te complex. En uh, dan heb je ook nog eens keer die aandeelhouders die eisen dat, games, dat, dat er gewoon geld verdiend wordt. Dat is aan het ontploffen. En dan kom ik eigenlijk nu bij het laatste stuk. Het laatste stuk gaat eigenlijk over... Um, ja, maar waarom maak ik mij hier nou zo druk over? Um, dan speel je die game toch niet. Nee, dat snap ik. Ik bedoel, je hoeft het niet te kopen. Maar er zijn wel twee dingen waarom ik dit niet tof vind. En ik heb hier ook al een aantal discussies over gehad via social media met allerlei mensen. Uh, op mijn Twitter doe ik dat graag met mensen in discussie gaan. Um, die zeggen dan ja, nou ja, goed, je hoeft het niet te kopen, of ik kon er wel omheen kijken, of uh, maar goed, weet je, dan wacht ik een maandje en dan is het goed. En dan denk ik bij mezelf, het is een rare redenatie om zo te denken. Het is een rare redenatie. En dan haal ik toch een beetje de analogie aan van andere producten. Zou jij een auto kopen waar de remmen het niet van doen en vervolgens rijden mij rond en zet je hem tegen een boom aan omdat het niet werkt uh, en dan zegt zo'n uh, leverancier van ja, maar goed remmen dat. Remmen maken is echt complex hoor. Um, en ik snap dat we dat. Ik wist dat we dat niet goed konden. Maar goed. Je hebt nou in ieder geval wel die auto. Weet je, en je hebt al betaald. Dat denkt dan de baas van die uh, verkoper. Die denkt dan. Eh, nou, hij heeft in ieder geval die 20k of 30k voor die auto neergelegd. Dus ik ben binnen. En uh, die garage die fixt het wel. Dat is weird. Je gaat ook niet naar een bioscoop. waarna uh, driekwart van de game, uh, film. de film opeens stopt. Om en uh, met de uitleg van ja. Sorry, maar uh, het was een beetje te complex om het af te maken. Maar uh, over drie maanden uh, mail ik jullie gewoon het laatste stukje van de film. Het is weird. En bij gaming gebeurt dit gewoon. Onaffe producten, dus niet slechte producten. Want een product is een product en een slecht product is ook nog een product. Dat heb je overal. Nee, producten die gewoon bewezen niet af zijn. En twee dingen vind ik daar bijzonder irritant aan. Ten eerste is daar de marketing. Als ze nou eerlijk zouden zijn... En welk bedrijf is dat? Maar als ze eerlijk zouden zijn, dan zouden ze zeggen van... We komen binnenkort met een game. Neem Star Wars Jedi. We komen binnenkort met Star Wars Jedi Survivor. Voor de console en de PC. Um, de consoleversie wordt echt heel erg vet. Dus koop die. En de PC-versie, die is vrijwel onspeelbaar. Dus, uh, maar je mag hem wel kopen van ons. Dat zou eerlijke PR zijn. Maar dat doen ze niet. Ze, ze geilen hier helemaal op met waanzinnige filmpjes. En... Ze zijn zo fucking tricky dat ze ons uitnodigen op previews waarbij ze, uh, in het geval bijvoorbeeld van Redfall, spelen. Je weet niet welke beeld. Het kan een stuk zijn van de game die ze helemaal wel gepolished hebben. We weten niet op welk systeem uh, we spelen. We krijgen er allerlei opmerkingen bij. Uh, je mag bepaalde stukken niet doen. Oftewel, bewust zetten ze jou aan tot het kopen van iets. En dan kom ik bij het tweede, waarvan ze weten, waarvan ze weten dat het niet af is. En dat vind ik naar. En dat is wat de industrie niet moet doen. Dat is een doodlopende weg. Dat gaat ze uiteindelijk gewoon kosten. Gamers gaan dit onthouden. Um, ik ben ook helemaal klaar met die fucking tweets de hele tijd. Van deze game... Uh, ja, sorry. This, this game didn't... Uh, Live up to our expectations. Fucking bullshit. Je wist het. De mensen van Cyberpunk, die wisten dat het niet goed was. De mensen van Redfall, al die verhalen komen nu alweer naar buiten dat Microsoft het niet in zag zitten, maar dan toch weer zijn gang liet. Ze wisten het. En waarom brengen ze het dan uit? Zo hoog is de druk inmiddels in de industrie vanuit het geld, vanuit aandeelhouders, vanuit marketing. Dat developers gedwongen worden, willens en wetens, onafproduct op de markt te zetten. Dus niet een product waarvan zij denken: oké, okay, dit is het maximale wat we eruit kunnen halen. En uiteindelijk is dat gewoon niet goed, omdat ze gewoon niet capabel genoeg zijn. Nee. Je kan mij niet vertellen dat IA niet capabel genoeg is om een goede port van uh, Star Wars Jedi. Het is moeilijk, dat, dat, dat weet ik. Maar doe het dan niet. Ze zijn capabel genoeg. Um, Arkane is echt wel capabel genoeg om een goede game in de markt te leggen. Alleen binnen het management, time management, project management zijn dingen misgegaan. En dan moet je je verlies nemen. Uh, je gaat niet een auto op de markt brengen die niet werkt. Je gaat niet een film op de markt brengen uh, die niet af is. Um, je brengt geen brood op de markt die gewoon uh, niet, niet eetbaar is. Je doet het niet. En toch doen we het hier wel. Omdat ze ermee wegkomen. En dat zorgde voor uh, ja, dat er een hele rare sfeer bij gamers is aan het ontstaan. Er komt steeds meer woede, steeds meer vervelende posts uh, richting uh, uh, developers bij social media. Um, de pre-orders liggen helemaal stil. Uh, mensen gaan wachten tot het uh, uh, gaan wachten. Tot, tot, tot iets in de uh, budgetbak ligt. Um, gamers vertrouwen helemaal niks meer. Gamers zijn sceptisch over, uh, sceptisch over alles. Dit is niet de goede weg. Um, ik moet zeggen. De oplossing weet ik ook niet. 1, 2, 3, omdat de oplossing. Die het meest voor de hand ligt, namelijk, oké, okay, jongens, uh, jullie bedrijven zijn nog veel te groot geworden. De games zijn veel te complex geworden. Maak het kleiner, maak het behapbaarder. Um, dat is onmogelijk. Want op die manier langer aan een game werken, minder games maken, zorgt ook voor minder inkomsten. Tenminste, uh, kijk, als het een. Knaller van een game is, kan je die inkomsten wel krijgen. Maar goed, die kans is gewoon kleiner. Daar kun je die grote bedrijven niet meer overeind houden. En aandeelhouders willen meer, 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 meer. Dus je kunt niet tegen een aandeelhouder zeggen: Weet je wat, volgend jaar gaan we gewoon wat minder doen. We gaan wat minder geld verdienen. Uh, maar dat wat we doen, gaan we goed doen. Het is een vicieuze cirkel aan het worden. En de gamesindustrie zit gewoon volkomen klem. En dat is pijnlijk. En. Uh, dat zorgt er zelfs voor dat ik een beetje ongerust ben over bijvoorbeeld een game als Zelda, als een game als Starfield, als een game als GTA uh, 6, wat gemaakt wordt door bedrijven die over het algemeen gewoon eigenlijk altijd wel goed werk doen. Um, en dat is exact niet zoals ik wil werken. Ik wil namelijk gewoon net als jullie gewoon me verheugen op vette games die er aan zitten te komen. Zonder dat ik denk van ja. Yeah. Nou, het zal wel weer broken zijn. Of dat ik denk, nou, de eerste week ga ik niet spelen. Ik wacht wel even twee maanden en dan ga ik het spelen. Dat is niet zoals het zou moeten. Um, we houden het in de gaten. Maar in ieder geval weet je nu wel wat er allemaal aan de hand is. Het is absoluut geen onwil van de developers. Laten we met elkaar afspreken. Ga developers hier niet over lastig vallen. Ik denk dat zij net zo hard balen als, als jullie. Sterker nog, ik denk dat die mensen dood en dood ongelukkig zijn. Ja, drie, vier hang. Werken aan iets waarvan je weet dat je het niet goed op tijd afkrijgt. En vervolgens krijg je al die bakken stront over je meen in social media. Ik zou niet graag in hun schoenen staan.